Oké. Naast mij in deze vitrine bevindt zich waarschijnlijk de merkwaardigste vis van het hele museum, namelijk de selacanth. De selacanth werd in 1938 levend opgevist uit de zee en dat was een enorme verrassing voor de hele wetenschappelijke wereld, omdat men dacht dat die vis eigenlijk al 70 miljoen jaar uitgestorven was. En de dichter Gerrit Achterberg heeft over die vondst een schitterend gedicht geschreven. Ichthyologie. Er is in zee een selacanth gevonden. De missing link tussen twee vissen in. De vinder weende van verwondering. Onder zijn ogen lag voor het eerst verbonden de eeuwen onderbroken schakeling. En allen die om deze vis heen stonden, voelden zich op dat ogenblik verslonden door de miljoenen jaren achter hem. Rangorde tussen mens en hagedis. En van de hagedis diep in de stof, verder dan onze instrumenten reiken. Bij dit besef mogen wij doen alsof de reeks naar boven toe hetzelfde is en kunnen zo bij God op tafel kijken. It looks like the bandits moving.